Nu gaan we het volgende doen. We gaan onze technische tekening nu overbrengen naar ons werkstuk. Daarvoor hebben we opnieuw onze steekpasser nodig. Onze steekpasser gaan we mooi instellen op 14 mm ook. Dat doe je ook aan de hand van de schroef en met een lat natuurlijk. We gaan die mooi instellen. Die kleiner draaien. Die mooi op 14 staat. Nu staat die mooi op 14 mm. En we trekken onze binnenste cirkel. Die manier, de binnenste cirkel staat er. Nu gaan we opnieuw onze passer instellen, maar dan op 3 mm. En met een steekpasser is dat niet zo evident. Dus we gaan die mooi instellen op 3 mm. Die staat mooi ingesteld op 3 mm. We zetten onze steekpasser straks gelijk met onze puntslag. We gaan eerst onze puntslag doen. Eens met onze centerpons. Jullie weten allemaal goed hoe het moet. De pink mooi tegen de punt. En op het snijpunt gaan we een puntje slaan. In dat puntje zetten we onze passer, onze steekpasser vast. En dan trekken we een boogje. Met dat snijpunt van het boogje en het snijpunt van de cirkel zetten we opnieuw onze centerpons. En slaan we opnieuw een puntje. We zetten opnieuw onze steekpasser. En we trekken weer een boogje, waardoor we weer een snijpunt krijgen. Op dat snijpunt zetten we opnieuw onze centerpons. En zo ga je de volledige cirkel rond. Zo, alle boorgaten zijn afgetekend. De volgende stap is boren. Veel succes!